Welkom bij de Straat Kunstprijs aflevering 7. En vandaag maken we de laatste drie finalisten bekend. Ga even straks naar onze site straatkunstprijs.nl om daar je stem uit te brengen. Want welk kunstwerk gaat er straks met de grote Straatkunstprijs vandoor? Dit is de Amsterdamse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in jouw stad. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte, maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Amsterdam trots is. Het werkt heel eenvoudig. Amsterdammers nomineren hun favoriete kunst op straat en het kunstwerk met de meeste stemmen wint begin juni de Amsterdamse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op AT5, in het Parool en op straatkunstprijs.nl. Deze week in de Straatkunstprijs aandacht voor buurtkunst. Projecten die met of door bewoners worden bedacht en uitgevoerd. Deze zitmeubels bijvoorbeeld in het grasveld bij het Tropenmuseum. Zij zijn ingelegd met aardewerk scherven die buurtbewoners hebben verzameld. Een ander imposant werk is de Staalman. Een enorme beer in Amsterdam-West. Gemaakt door Florentijn Hofman. We spreken hem als zijn assistenten net de laatste hand aan het kunstwerk hebben gelegd. Hij is net gespoten. Hij is nog net gespoten. Ja. Blijft hij zo glimmend? Ja. Dat hoop ik ook, want het ziet er heel mooi uit. Ja. Ja. Hey, jongen. Ja, nee, ik zag hem net van afstand. Het is ook echt zo. Hij glimt precies goed. Ik denk dat ik wel heel erg blij ben. Ja. Ik kwam aanrijden en... En ja, ik kon, die helm paste er bijna niet meer van de glimlach, zeg maar. Gisteren maakten we foto's met die blauwe lucht op de achtergrond. En dan, ja, die kleur is precies goed. En ook met de andere gebouwen hier in de buurt contrasteert die mooi. En dat is wat je nodig hebt. Want dat is belangrijk natuurlijk. Een beeld zet je niet zomaar neer. Die is gewoon bedacht. In een groter plaatje en daar is over nagedacht. In dit geval helemaal, want we zijn in het begin, zo'n 5 jaar geleden al, zijn we met de buurt begonnen. Jongeren die gingen met mij praten over hoe hun buurt was en wat ze over hun buurt dachten. En, een stuk of 8 weken of zo heb ik samen met die jongens gebrainstormd over een beeld. En na de tweede, derde week kwam ik met dit kleine beertje aan, zonder kussen toen nog. En toen zei ik, ja, er moet nog iets bij, maar wat dan? Er is meer dan een half jaar aan het beeld gewerkt. Bij alle voorbereidingen en het maken is het natuurlijk belangrijk dat er draagvlak is in de wijk. Hofman bereikt dat door zoveel mogelijk voor en tijdens de bouw aanwezig te zijn. Ik ben meer aan het praten dan aan het bouwen. Dus ik ben een hele slechte bouwer en ik delegeer heel graag. Dus het liefst drink ik koffie en praat ik met de buurtbewoners. Ik ben daar heel erg mee bezig en bewust van dat mensen daar ook behoefte aan hebben. Wat gebeurt er in mijn wijk? Wat gebeurt er in mijn straat? Kan dat zomaar? Waarom weet ik daar niet van? En nou ja, soms is het heel erg confronterend natuurlijk, beeldende kunst voor je neus. En dan is het wel fijn dat je als buurtbewoner of als inwoner daar een klankbord hebt. En wat is... Beter, of er is niks beter dan natuurlijk de kunstenaar 1-op-1 te hebben. En dat vind ik belangrijk, daar ben ik een voorstander van. Dat een kunstenaar vaak op locatie is en, nou ja, en dus dat kan begeleiden ook naar de buurt toe. Ja, in principe moet alleen de sokkel nog netjes worden gemaakt. En dan moet er gras gezaaid worden en wat daar omheen komt, weet ik niet. Ja, volgens mij komt hij op een heuveltje van gras te staan nog. En als dat dan klaar is, dan gaan we champagne drinken. Thank you.
ben nog altijd verrast hoe subtiel dat het werkt en dat het opgaat in zijn omgeving. Ik heb hier een geruime tijd doorgebracht in die tunnels tijdens de installatie, een paar testmomenten. En de compositie die ik toen altijd voor ogen had en die ik mee had als testcompositie of een schets van wat ik wou doen, klonken altijd direct agressief, veel te aanwezig. Dus en, met dat hier een kunstwerk was dat 24 uur per dag moest aanstaan, had ik iets van, ja, ik moet iets vinden zodanig dat zodanig verdwijnt in het geheel hier dat bijna niet aanwezig is, zodanig dat het zeker niet de omwonende mensen kan storen. En ik heb daar veel aan dat water gezeten tussen die bomen en het geklots van het water tussen de bomen. En op die manier ben ik op het zacht spel gekomen van een soort weergave van wat ik daar hoorde aan het water. Kijk, ik hoor het al. Dat is zacht spel van. En het leuke is aan dat water ook, omdat dat een bewegende massa is. Het klopt een keer daar, dan datzelfde golf geklopt. Ginder aan, maakt daar weer een geluid. Dus zo hans het, een natuurlijk samenspel in feite van elementen. En dat is wat ik getracht heb om te recreëren. En wat hoop je dat mensen er nou bij denken of voelen als ze hier langs fietsen? Verwarring, denk ik. Verwondering, verwarring, niet goed weten, gestapt ergens door en heb ik dat wel goed gehoord. Het is zodanig vluchtig allemaal en het geluid verplaatst hem ook constant, dus je hebt nooit... Het is niet dat ik ga hier staan en ik ga nu een keer luisteren. Nee, het speelt hem af over die drie tunnels. Je kunt nooit overal tegelijk zijn. Je moet blijven terugkomen om het te ontwarren of te ondergaan, denk ik. Want jij woont hier? Ik woon hier, dus je kijkt er ook op uit? Ik kijk er altijd op uit. Ja, nu is de boom wel weer heel erg dicht, dus dan zien we hem wat minder. Maar we kijken er altijd op uit. Hij is ook altijd anders van kleur. Als het licht anders is, is die ook anders. En dat hoort er ook nog bij, dat stuk. Het was echt een achenhebben speeltuintje. Echt heel veel zwerfs, heel veel hangjongeren. Dus toen heb ik de gemeente uitgenodigd. En toen hebben we een plan geschreven. En het heeft de gemeente ingewilligd. Dus het is helemaal op de schop gegaan. Dus omdat het door de bewoners eigenlijk gewoon zo goed werd onderhouden hier. En daardoor het zo'n... een hele andere sfeer kreeg, want je merkte ook dat er veel meer kinderen kwamen spelen. Heeft dus de kei wel geld willen uitgeven aan een kunstwerk. Als ik er heel erg lang naar kijk, en dat is ook de bedoeling, dat ik, het heeft ook een beetje een psychedelisch effect. Je wordt er een beetje van. Dus dat is ook wel weer grappig, want je droomt er een beetje bij weg. Nou, wat ik wel heel erg leuk vind, is dat het zo met rust wordt gelaten door graffiti-fanaten. Het wordt echt gewoon gerespecteerd en dat vind ik heel leuk. We hebben daarom ook die bamboe daar neergezet, om het in ieder geval wel niet makkelijk de kans te geven. Maar zoals op dit stukje kan je op het dak klimmen en dan zou je toch lekker vol kunnen kladderen. En dat gebeurt niet en dat vind ik wel echt heel mooi. Het is heel leuk om te zien dat kunst bijdraagt om een betere plek te creëren voor buurtbewoners. Ja, het voelt ook wel een beetje als ons kunstwerk. Dus ik was wel trots. Dit staat er nu 16 jaar, hè? Zoiets. 96. Is erop gezet, maar we zijn 2 jaar eerder begonnen. Het is groot. Het is groot, ja. Ja. Kan je wel zeggen. 9 meter. Het wiel zelf. En dan dat stukje bouwkraan komt er dan nog bij. Want dat stukje bouwkraan, hij moest natuurlijk op de rand van het dak staan. Dit was een van de eerste beelden die heel specifiek voor automobilisten zijn gemaakt. Er zijn er nu veel meer en ook langs de snelwegen staan nu beelden voor de automobilist. Dit was een van de eerste. Dat was ook het concept. Vandaar dat het ook hier staat in een deel van de as. Je rijdt er heel lang recht op af.
En we hebben het ook zo geplaatst dat in de andere bocht van de A10 zie je hem ook al in de verte staan. Het is een bekend beeld. Ik hoor er iedereen altijd over. Dus als mensen vragen wie bent u, wat doet u, dan refereer ik altijd aan dat wiel en dan weten ze het altijd meteen. Dat is het karretje van de glazenwassers. Ja. En dat rijdt over dat railsje. En pech, daar staat dat beeld. Dus die waren ontzettend pissig. Het is echt een strijd geweest. Ze zeiden, nou dat kan niet, want dan kunnen wij niet werken. En wij konden dat ding niet hier zetten met zo'n lange boom dat wiel erop kon staan. Dan had hier beneden zo'n constructie moeten komen. Dat ging niet. Dus dat hebben wij gewonnen. Kunst heeft het van de glazenwassers gewonnen. Dat waren de laatste drie finalisten. En volgende week de grande finale. Welk kunstwerk wint die grote straatkunstprijs? Maar dat hangt van jou af. Ga stemmen. Ga naar de website straatkunstprijs.nl of via de layer. Want bedenk, straatkunst is van iedereen. Tot de volgende week. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 9 juni kun jij mee bepalen welk kunstwerk de Amsterdamse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.